al, het onweer hier is echt crazy. Hoor je dat? Ik heb echt kippenvel. Goedemorgen, yoga teacher training dag 15. De stroom is uitgevallen, naar aanleiding van het onweer. En gelukkig heb ik laatst pas geleerd hoe je de zaklamp op de iPhone kan gebruiken. Kijk eens wie er blij is vanochtend. Hé, hey, schatje. Ik had dit flesje van mij had ik gisteren gevonden op de plek waar die man lag. Ik moest vannacht zo aan hem denken. En ik dacht, wauw, als hij daar in de regen en het onweer ligt, dat is echt heel zielig. Maar hij heeft dus blijkbaar wel het water gedronken. Firefox. Kijk, Zijtje heeft hier Firefox ook aangestoken. En je kan daar dus ook je haar mee geuren. Wat Luna nu aan het doen is, die gaat vet lekker naar wierook ruiken. Dit is serieus echt een hele leuke rook om mee te spelen. Het blijft echt goed hangen, dus je kan gewoon... dit doen of zo. You can play with it. Wat vroeger dus nooit mocht. Vicky steken in het huis mag hier dus wel. Kind in de left leg up. Bend the knee. Grab the left foot inside the thigh. And stretch it out. Take deep in the left hand. Okay, now bring left leg up. Grab the legs with both arms. Exhale, come up and climb up. Then come back. Yeah, ik ben een beetje stijf, maar het was wel echt heel lekker om zo even te rekken en strekken. De stroom doet het helaas nog steeds niet en dat betekent dat ik ook geen internet heb. Hier zo. Dus ik heb net een vlog geëdit, maar ik kan niks voor jullie online zetten. The earlier time. After 2 hours only later, I realized, oh my god, I am sitting to meditate my thoughts on others. We krijgen vandaag les over, uit de Bhagavad Gita, het heilige boek. En een van de dingen is het verhaal over een warrior. En dan blijkt dus dat je zeg maar succesvol kan zijn door geen desires... geen verlangens te hebben. Dus gewoon precies in de actie te zijn, ongeacht de uitkomst. En eigenlijk komt het allemaal op hetzelfde neer. Wees gewoon in het nu. En wees niet gierig om voor de uitkomst. Lol, ik liet je net die ananas zien. Nou, ik kreeg er een hele preek over, omdat je eigenlijk maar 2 keer per dag moet eten. En tussendoor eten, dat verstoort de balans van je lichaam. Bla, bla, bla. Terwijl andere dagen eten wel gewoon tussen de middag iets of zo. Fruit of nootjes of zo. Maar ja, dan moet je er geen gewoonte van maken en zo. Oké. Misschien, weet je, misschien vertel ik zeg maar alle dingen die opvallen. Maar over het algemeen is hij gewoon echt zo lief en zo zorgzaam en echt een fantastische leraar. Dus ik vertel het gewoon omdat ik al die dingen zeg maar heel grappig vind die er gebeuren. Waarbij het botst met je ego. Maar niet gaan denken dat een slecht persoon is, want dat is het absoluut niet. Ik moet misschien juist de goede verhalen ook gaan vertellen. Dit is wel grappig. Vinja die heeft dus tentamens gedaan. Je kon 50 punten halen. Ze heeft 1,5 gehaald. Dus ik denk dat ook wel een record is. We gaan lekker eten. Yummy. That's all the happiness coming there. Sad is coming there. Jealous is coming there. Echt super cool. Ik had Mash als aanvulling op haar gewone cadeautje. Had ik gevraagd of ze een uurtje met de yogaleraar wilde bellen. En dat wilde ze. En diep respect voor haar. Want hij ging er best wel hard tegenin. En zij wordt al niet zo heel snel boos. Dus daardoor wist ik al van, oké, zij vindt het wel leuk. Maar ik zat wel echt zo van, Saji, wat doe je? Wat doe je? Maar gelukkig vond ze het ook heel erg leuk en interessant om er meer over te horen. Dus ja, dat is echt heel tof. Trouwens, ik begrijp dat heel veel van jullie ja, of het saai vinden om hierover te horen. Dat is prima, oprecht. Ik zit hier nog 2 weken. Ik kan me voorstellen dat je daarvoor niet geabonneerd bent. Kijk gewoon lekker 2 weken niet en kom daarna terug als we samen naar Goa gaan of naar Mumbai of whatever. Maar er is ook nog een groep die echt wel een soort van... ja, geschokt is of zo. Of zeg maar, ja, Saji noemt dat disturbed. Dus helemaal een beetje in de war is van... wat moet ik met deze informatie? Nou, weet je hoe ik ermee omga? Ik neem alle informatie tot me. Ik leer erover. Ik hou me in wanneer hij me zit te treiteren en te jennen. Want dat is alleen maar testen of mijn ego tevoorschijn springt. En daarna pak ik er wel uit wat ik er zelf van kan gebruiken. Dat doe ik eigenlijk altijd. Weet je, ik bedoel dat ik hier enthousiast over ben en echt wel gewoon geloof
Nou, weet je wat het is? Het is de eerste theorie waarvan ik zeg van hier kan ik me echt, echt heel goed in vinden. Want de natuurkunde klopt, de scheikunde klopt, de biologie klopt. Er zit gewoon een hele stevige basis onder. Dus ik kan me voorstellen dat het echt zo werkt in je leven. Maar dat betekent niet dat ik, nadat ik klaar ben met deze cursus, ga leven op 2 maaltijden zoals hij. Of dat ik ergens 5 maanden in een grot ga lopen mediteren om verlicht te worden. Nou, dat ga ik niet doen. Dus mocht jij zeg maar een beetje in de war zijn van wat moet ik hiermee, bla bla bla, of al deze. Neem gewoon die informatie tot je en pak er gewoon uit wat je zelf kan gebruiken. En als je van alsnog zeg maar zegt van ik geloof alles wel en bla bla bla, maar ik kan er gewoon nu niks mee. Prima, dan zeg je gewoon lekker boeien, ik leg alles naast me neer. Dat kan ook gewoon, hè. Goed, morgen weer een dag vol met yoga. Dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Welterusten en tot morgen.